We zijn weer thuis en ik heb echt een beetje te veel gekocht. Ik ben een beetje buiten adem. Het is woensdag en ik heb mijn boodschap gedaan. En ik was op de fiets en ik had heel erg tegenwind. En heel veel hele zware dingen. Kannen melk en kattengrit en vlees en ik weet niet allemaal. Dus ik kwam bijna niet vooruit. En ze zijn hiervoor ook nog de straat en zo en speelplein aandoen en noem maar op. Dus daar moest ik ook om en ik krijg mijn jas niet open echt. Oh ja, ik vergeet elke keer ook wat ik aan heb. Ik heb deze jas van French Connection aan. Panterblouse van Envy. Heel erg flared 70 spijkerbroek van Wrangler. En ik heb die nieuwe Guess sneakerwatches aan. Een hele mooie sokken. Anders heb ik een beetje koude voeten. Zo, ik krijg een beetje lucht. Even de boodschappen opruimen. En dan weet ik het nog niet. Ik heb nog een pakketje binnen. En ik ga even kijken, want mijn Jobby standaard, die is een beetje kapot gegaan. Dus even kijken of mijn camera blijft staan. Ja. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Ik had het vorige keer laten zien. Toen had ik 2 tops en een jurk gekocht. Daar was ik helemaal blij mee. En ze passen ook. En toen wilde ik ze strijken, want ik hou er nooit van als het dan gekreukt in de kast gaat. En toen zag ik dat echt in het ene shirtje zat al een gaatje. Dat gaan we natuurlijk niet houden. En in het andere jurkje waren de lusjes op de rug al kapot. Dus die heb ik maar teruggestuurd. Beetje jammer. En ik dacht dat ik de bon had weggegooid. Maar gelukkig lag die nog bij het appapier. Dus al had ik het anders ook kunnen oplossen. Maar dit was wel zo makkelijk. En toen heb ik nog wat anders besteld. Want ik had natuurlijk eindelijk oorbelletjes. Maar ja, die zitten nu in Sarah's oor. En toen ging ik kijken en toen zag ik allemaal dit. Ik moet zeggen, dit is van Ania Haye. Zo, ik durf het niet te zeggen. Het zag er heel mooi uit. En het zit ook echt in hele, hele leuke doosjes. Dus, ik ga het zo laten zien. Dus even de zakjes halen. Even kijken, dan heb ik, het is wel echt heel mooi ingepakt. Kijk, nog in een zakje erin, daar hou ik van. Ik hou van dit soort verpakkingen. Oh, die binnenkant is ook echt helemaal met marmerprint. Nou, hier word ik al blij van. En even kijken, ik heb nog nooit gehad omdat ze er zo goed verpakt zaten. En dan zit het ook nog zo erin, maar dat kan er natuurlijk wel uit. Even kijken. Dit zijn dus allemaal oorbellen die ik heb besteld. Deze, dit is wel heel leuk. Dit is een oorbel en dan met een cuff erbij. Ik zal het dadelijk allemaal even in mijn oor doen. Dan kan ik het allemaal goed laten zien. Als het allemaal goed is. Dit is ook weer hetzelfde soort doosje. En dan heb ik deze oorbellen erbij besteld. En dan heb ik, omdat dat natuurlijk één oorbel maar is, had ik deze er ook nog bij besteld. Ik denk dan heb ik in mijn andere oor ook een oorbel. Alleen die vierkanten zijn iets groter dan ik dacht. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik het dan zo in doe. Zo. Nou, ik ga dit even uittesten en dan deze kleine ringetjes even uit. En dan even kijken of ik er iets leuks van kan maken. Nou, ik ben dus ook die oorbellen aan het indoen. Maar dit gaat dus echt niet werken. Want hij blijft, wat ik ook doe, niet aan mijn oor zitten. Dus dat schiet voor geen meter op. Die andere oorbellen vind ik overigens wel echt heel erg leuk. Maak hem zo even netjes schoon. Kijk, dat zijn deze. En ja, dan ga ik maar gewoon deze ook proberen. En ik baal echt van die ander. Maar ja. Ik heb er niet zoveel aan als het niet blijft zitten in mijn oor. Kijken.
Ja, deze oorbellen vind ik dus allemaal wel leuk. En deze krijg ik wel zelf in en uit. Dus dat is ook wel prettig. En dan houdt Sarah afgelopen tot. Die moet een paar weken die ringetjes inhouden. Kijk, dit vind ik wel leuk. Ik weet alleen al niet of ik ze dan omdraai. Moet ik even kijken. Ga ik hier doen. En dan is deze heel jammer. Want ik vind hem echt geweldig. Maar hij blijft gewoon niet zitten. En ik had al gekeken of ik hem heel voorzichtig kon buigen. Maar mijn oorrandje is gewoon heel dun. En dat werkt dus helaas gewoon niet. Ja. Weg. Hoort er ook bij. Hebben we wel eens vaker last van. Zo, als ik Sarah heb opgehaald, moet ik gelijk even door. Ik moet naar wat winkels. En echt, mijn jobby doet het niet meer goed. Ik vind het zo jammer. Want ik hou van mijn jobby. Tada. En wat ik eigenlijk altijd doe, als ik gelijk door moet, probeer ik altijd een lunchtrommeltje even te maken. En dan kan ze in de auto wel lunchen, want anders vind ik het zo zielig. En waar we nu naartoe gaan, ja, er zit ook eigenlijk niks om even leuk te gaan lunchen of zo. Het zijn alleen maar winkels, ja, een ijsjeszaak die nu gesloten is. Maar je kan ook niet een broodje halen of iets. Dus wil ik wel even wat meenemen. Dus even brood uit de vriezer gehaald en dat zo smeren. En dan neem ik dat mee en dan kan ze in de auto toch even lunchen. Ze hebben opgehaald uit school, dus die is aan het lunchen nu. En ik heb het ook wel op school gedaan. En je hebt op school een stukje, ik had even een kort gesprekje op school. Ik heb kaas op en wat nog meer. Ja, je hebt je babybel en je paprika op en je brood maar een klein beetje. Ik had bijna de ene stuk van de helft van de boterham op. Ja. Nu ben ik het laatste stukje kort van maken. Ja, brood is altijd drama. Zet iets lekkers voor Sarah aan je. Ik hou er niet bij met eten, echt. Dat is zo bizar en ik kan al echt flink eten. Maar, ik kan ook best flink eten. Jij kan heel groot eten. Voor dat klein kind dan. Ja, jij eet flink wat en dat is je echt niet aan te zien. Maar goed, dat had ik ook totdat ik in de puberteit kwam. Toen werd dat een ander verhaal. Wacht, weer regen. Regen, regen, regen. Het regent. Het is moeilijk. Zo. Dan ga ik even kijken voor een schrijfschriftje voor jou. En? Dat is wel leuk. Oh, ja. Ducktape. Nee, ik heb geen ducktape nodig. Ducktape is voor mannen. Want ze zeggen, if you can't fix it with ducktape, use more ducktape. En weet je wat dat betekent? Als je het niet kan maken met ducktape, moet je meer ducttape gebruiken. Niet de parkeerschijf vergeten. Hoe laat is het, Sarah? Hij wil niet rijden. Oh. Goedemorgen. Gekkie. Nou, mooi. We zijn weer thuis en ik heb echt een beetje te veel gekocht. Want ik had een shopper bij me. Ja, en ik heb iets gekocht wat ik zo graag wil. Ja, maar die is een beetje zwaar geworden. Sarah, ga jij eens met die rijstwafels netjes naar de keuken en doe dat thuis netjes uithalen? Kan je dan wel wachten met mijn ding eruit halen? Dat wil ik, maar... En oma haar ding... En niet laten zien wat ik voor oma heb. Dat maakt niet uit, want het komt pas over een week online en je geeft het morgen aan oma. Dus dan heeft oma het nog niet gezien online. Nee, mama. Ik wil gewoon het zelf laten zien. Ja, oh, zo bedoel je. Ik dacht dat het niet online mocht nog. Oké, nou, mijn tas valt uit. Wat heb ik allemaal gehaald? Scheermesjes, die kon ik wel gebruiken. Weer en als jullie gekraken worden, dat is van het rijstwafelpak. Mijn favoriete conditioner. En deze is lang niet altijd koop. En nu zag ik er dus gelijk twee meegenomen. Die vind ik mega fijn. Deze was Sarah te laten zien. Ik zag deze noedels en die waren helemaal niet duur. Ik denk, ik ga ze gewoon eens testen. Ik denk dat ik er zo in. En ik heb ondergoed voor Sarah. En kijk, Belvita voor oma. Ja. Mijn moeder eet altijd deze en ze zag het. Ze eet het ook bij oma. En een shirt. Een trui voor jou, ja. Deze vonden we echt En hier hebben we... Even rustig, ik ben nog niet klaar. Zwart van en deze trui voor Sarah, met die stippeltjes. Hier hebben we brain. Ja, ik had vorige keer natuurlijk al deze verf gehaald. Dat is voor de tafel. Maar dit ik had nog niet genoeg. Kijk nou, dit is een tafel. Het gaat zo snel. Ja, Sarah was nog bezig met zijn vision board. En kijk,
zocht... ik heb ook zo'n rustig, ding. Rustig. Nee, ik heb ook zo'n poppetje. Sarah, even wachten op uw beurt. Maar die zocht een fietsend meisje, maar dat kon ze ook niet vinden. Toen liep u langs de fietswinkel en toen zag ik die tijdschrift staan. Stippen gehaald en hier staan dus allemaal plaatjes in van fietsende kindjes. Dus hier kan ze dus voor de vision board mee verder. Maar daar is al een paar. Ja, maar die kan je weer uit elkaar halen. We hebben deze voor gehaald. Dan kan ze het lijf mee in elkaar zetten. En we hebben bij de internetbond. Ik had ook nog deze, want bij tafels die handgrepen worden zwart. En we hebben te min. En deze, dat is heel grappig. Deze heb ik mijn broertje in oktober cadeau gegeven voor zijn verjaardag. En toen zag ik hem en toen dacht ik... Vulver. Ja. En toen dacht ik, nou, die vind ik eigenlijk zo leuk. Dus nu heb ik hem zelf ook. We hebben net gegeten en we zijn The Mind aan het spelen. En het is best een leuk spel, alleen voor met Sarah is het nog best wel moeilijk. Maar je moet heel erg inschatten en nadenken wat de ander heeft. En het gaat wel een beetje, maar het is nog wel moeilijk. Ja, maar je doet hartstikke best. Mijn oom doet het ook heel goed. Het is weer avond, dus we zijn aan het verder gaan met ons potje duizenden. Ik hoop echt dat ik dit keer meer geluk heb, want gisteren was niet mijn dag. Echt niet. Oh, ik film heel scheef. En het is mijn hand nu. Dus ik heb wel kansen. En nu moet ik ze ook nog gaan benutten. Oh, Marco legt dit neer. Hij gaat het weer doen vanavond. Ik vind het niet meer leuk. Ik stond meer dan 1200 punten voor. En ik sta nu 245 punten achter. En we zijn ongeveer net over de helft. Nou, dit was absoluut weer niet om over naar huis te schrijven. Ik ga naar bed. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Doe dat dan even. Dat kan hieronder op de rode abonneerknop. En dan zie ik je morgen. Doei doei.